sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. De Black Box Revelation, nou die heb ik echt uit de Vlaamse klaar getrokken. Letterlijk. Toen ik de jochies vond, toen zaten ze tot hier vast in de modder. Zeg, jongens, waar gingen jullie met z'n tweetjes naartoe? Meneer, wij willen naar Amerika, is dat nog heel ver? Nou, dat vond ik echt zo schattig, mijn hart brak. Vervolgens haal ik mijn hoge drukreiniger boven en ik richt mijn lans op die lange... Jan heet die. Jan! Komt die, hè, Jan? Dus dat ventje dat zet het op een krazen. Ah! Alsof een everzwijn een gans aan het aanranden was. Zo klonk. Dus ik denk, Cor, hier zit iets in. Yes! Ik vraag aan de jongens, zeg, wat weten jullie eigenlijk van Amerika? Zegt die ene, die Jan. Nou meneer, er zijn twee soorten mensen, cowboys en indianen. Dries? De president van Amerika is Mickey Mouse en hij woont in Disneyland. Toen ik dat hoorde, toen wist ik. Ik hoef deze jongens helemaal niks te leren. Ze zijn er helemaal klaar voor. Please welcome Black Box Revelation, everyone. Ik heb ze nog even proberen te managen vanuit België, maar ik voelde al snel... Dit wordt te groot, zelfs voor Cor. Ja, America, the land of opportunities. Nou, ogenblik. Oh, hier. Dat is ook toevallig. Hier, kijk. Dat is een mes van de jongens. Oh, hun portret komt blijkbaar mee op de Mount Rushmore. Oh, en Dries? Nou, die gaat trouwen met het vrijheidsbeeld. Nou, dat is toch wel schattig, hè? Dat is echt schattig. Vind je niet? Nou, ik mag wel eens dringend mijn sms even doornemen. Oh, hier. Wat is dit? Sms van Prins. Kun je een ambulance bellen? Nee. Volgende. David Bowie. Ik voel me niet lekker. Hoe gaat het bij jou? Wat een rare. Hier van M. Jackson. M. Jackson, wie is dat? Ze hebben volgens mij iets in mijn drankje gedaan. Hulp. Hulp. Heel raar. Kleurcafé in Brussel. Cor zegt, kom maar.